De legende van Tia Maria begint in het midden van de 17e eeuw, toen een jonge Spaanse aristocraat moest vluchten voor de koloniale onrusten op Jamaica. Hij nam een manuscript met een recept van een geheimzinnige likeur mee. Dr. Kenneth Lee Evans vond dit recept in 1950 en begon de productie van Tia Maria. De kleur is doorzichtig donkerbruin. De geur doet denken aan koffie, vanille en chocolade. In de smaak vinden we een goede balans tussen koffie, Jamaicaanse rum en vanille. Tia Maria wordt gemaakt van Jamaica Blue Mountain koffiebonen en vormt een uitdagende basis voor diverse hartverwarmende cocktails. Uiteraard misstaat deze likeur ook niet naast een heerlijk kopje koffie. Proost!